Oké, wat we nu aan het doen zijn, is het maken van onze briefburgers. En we noemen het, maar eigenlijk, wij hebben in de zaak een aantal burgers, wat we altijd bij de naam noemen. Oftewel, het beestje noemen we bij de naam letterlijk en figuurlijk. Liefburgers, dat wil zeggen rund, ja, 100% rund. Dan maken we liefhebburgers van het liefhebvarken. Kalfsvlees, kalfsburgers en lamsburgers, Tesselse lamsburgers. Dus voor iedere burger staat eigenlijk de naam van waarvan het gemaakt is. Dus de term hamburger is eigenlijk een loze term. Dat kan van alles zijn. Dat impliceert niet en dat geeft ook niet weer wat er nou daadwerkelijk in staat of in zit. Dus hamburger is eigenlijk een loze naam. Nou, dit zijn dan de beefburgers. En zoals je ziet, heb ik het net gemengd van dat prachtig mooie, zeg maar, grove Piemontese rundvlees. Daar begin je, dat is gewoon de eerste klap die je uitdeelt. Dat moet al goed zijn. Nou, dan heb je gewoon in de tussentijd, zeg maar, een leuke samenstelling van kruiden. En er gaat helemaal niks van conserveringsmiddelen in, ja, want het hoeft allemaal niet, want het is nog geen 2 dagen en het is al weg. En eigenlijk maken we dit iedere dag zo'n portie. Maar dat betekent dat je als klant zijnde, moet je het altijd nog zo'n 2-3 dagen in de koelkast kunnen laten liggen. Nou, daar hadden we rekening mee. Nou, wat ik nu doe, is sowieso een goede oefening voor je armspieren. Maar dat doen we met opzet, want gooi dit in de menger, met zo'n arm, mengarm, dan sla je eigenlijk de eiwitten kapot. En dan krijg je, stel je voor, je maakt dan een burger. Dan krijg je echt zo'n taaie burger. En dan, die blijft dan helemaal aan elkaar zitten. En van binnen wordt hij dan ook eerder wit. Nou, deze daarentegen, hier blijf je gewoon een losse bijt houden. Dat kan je gewoon zo mooi uit elkaar. En je hebt 1 hap vlees, als het ware. Nou, kijk. Het is allemaal zo gebeurd. Dus de beefburgers, 100% rund, eigenslacht, niet voor niks een groot succes bij ons in de winkel. Alsjeblieft.